De betogers trekken van de Ommegangstraat door het stadscentrum richting Groenplaats. Het ACLD protesteert met de betoging tegen besparingen en tegen het inkrimpen van het personeel bij de lokale en bij de regionale besturen. Naast de betoging houdt de Socialistische Vakbond ook een 24-uur staking. In Antwerpen heeft men inderdaad ook voorzien dat er 1500 banen verdwijnen. Geleidelijk aan, mensen die de natuurlijke afvloei gaat meespelen, men gaat die mensen niet meer vervangen. Maar dat betekent ook minder volk, minder dienstverlening aan de bevolking. De staking en de betoging gaan uit van de Socialistische Vakbond. De Christelijke en de Liberale Vakbonden houden zich afzijdig. Ja, ik betreur dat beide andere bonden niet deelnemen. Nochtans, aan de andere kant herkennen ze ook wel de problemen die er zijn. Maar ze mankeren bij deze betoging. Maar ik denk dat wij als grootste vakbond toch laten zien wat we willen eigenlijk. Er was veel verkeershinder in het centrum door deze betoging. Ook in Antwerpen bleven 25 van de 35 kinderdagverblijven gesloten. Zwemmen was op veel plaatsen niet mogelijk. Vooral in Noord- en Midden-Antwerpen moesten mensen die het vuilnis hadden buitengezet het weer naar binnen halen. In Merksem waren er de meeste problemen met de huisvuilophaling.